Limburg in de plaats echt. Vanmiddag zijn daar in het dierenparkje twee nieuwe herten bijgekomen. Misschien denk je wel, nou en, een paar herten, 100 kleine beestjes op een klein stukje grond naast de spoorlijn. Moeten ze daar nou helemaal voor naar Limburg? Ja, want er zit een geschiedenis aan vast. Ja, in de nacht van 16 op 17 september gebeurde hier werkelijk een ramp. 'S Morgens om 1:00 bellen ze bij mij aan en zeggen, komt u eens kijken, daar liggen 3 herten in de dierentuin dood. En we gaan kijken en daar zijn inderdaad 3 herten op een laffe manier doodgeschoten. Heel echt stond op zijn kop. Ook leerlingen van de enige openbare basisschool daar. De Driepas. Ze besloten actie te voeren en geld in te zamelen voor nieuwe herten. 4.800 gulden. Dat is een heleboel geld. Hoe komen jullie daaraan? Hoe hebben jullie dat gedaan? Een beetje gedaan. Een autowasdag. Van iedereen de auto wassen? Ja. Ja? En verder? En we zijn op de markt gaan staan om oude rommel te gaan verkopen. Of oude rommel. Van thuis? Ja, van thuis. En daar hebben we, ja, vroeger kregen we het geld. Dat hebben we allemaal overgestort op de bank. Ja, ja. Maar hoe kom je nou aan herten? Je kan toch niet zomaar naar de winkel gaan en zeggen, geeft u mij eens een paar herten? Hoe gaat dat? Hoe hebben jullie dat gedaan? We hadden een brief naar de koningin geschreven. En haar om herten gevraagd? Ja, het kroondomein het Loo, maar de herten waren te wild voor hier. Dat ging niet. Nee. Die renden zich dood tegen de afrastering hier. Dat heeft ze toen teruggeschreven? Ja. En toen? Ja, toen waren er hier 2 mensen uitdaagd en die hadden ook herten. En dan hebben ze ons 3 herten geschonken. Dus eigenlijk hebben jullie het geld over? Ja. En wat doen jullie daar dan mee? Teruggeven aan de mensen? Nee, dat geld, daar bouwen ze nieuwe hokken van, nachthokken. En misschien nog dingen bij voor de dieren waar ze op kunnen klimmen of zo. Vandaag dus de grote dag. De nieuwe herten passen zich prima aan bij de 7 herten die er al waren. Maar kan je nou voorkomen dat ze weer doodgeschoten worden? Helaas is dat eigenlijk niet te voorkomen. Het is zelfs al de 2e keer dat het gebeurde. In 1981 is er 1 hert doodgeschoten, nou 3. En we rekenen alleen maar op de mensen dat die nou gezien hebben hoe vreselijk dat deze schok is. Want iedereen is er verontwaardigd over. En u moet eens kijken hoe lief dat deze beestjes zijn. En we hopen alleen maar dat het niet meer voorkomt. Diezelfde middag, voordat het jeugdjournaal opnames kwam maken, verzamelden de leerlingen van de Driepas zich na schooltijd op het schoolplein om de door hun gevoerde actie af te ronden. Hallo, wat gaan jullie doen? We zijn actie aan het voeren, hè. Of ja, is al gesloten. Welke actie? Ja, actie Dierenpark. En wat gaan jullie nu doen dan? Ja, wij gaan nu naar de dierentuin en... gaan we kijken of de hertjes komen. Hertjes komen. De hertjes geschonken door de afdelingsvoorzitter van het CDA, de heer Horstmans. En echte raadslid Jan Peters moesten eerst nog gevangen worden. Dat gebeurde 1 dag van tevoren bij de schenker Louis Horstmans in de wei. Een poging tot het vangen van het 3e hert, geschonken door landbouwer en raadslid Jan Peters, mislukte. Binnenkort proberen ze het nog eens, maar dan niet met het net, maar middels een verdovingsspuit. Zo is goed. Oh nee. Ja, ja, dat is
let op de laatste. Ja, ja. Goed zo. Pak het, pak je op. Goed zo. Dat is magnifiek. Kan niet beter. En dan komen we om daar maar naartoe. Nee, als je die twee kunt met die een. Ja, nee, want die is sleutel en die zit sterk, jong. Pas op. Dat is nog een. Dat is nog een. Dat is nog een. Rustig. Daar kan je toch. Nou, wanneer verwacht ik? De vloog fijn erin. Dit is fantastisch. Ja, ja. Wacht, nu is dit hier. Heb je ze vast? Ja, ik heb hem maar. Allebei? Ja. Hier zo. Ja, dan laten we ze los. Ja, dit is leuk. Ja, ik geef niks. Oké. Ja. Ja? Pak hem maar met de snoet, dat is misschien het beste. Dat is beter. Nee, zo. Ja, pak ze maar in. Maar dat lukt niet. Dat gaat heel erg. Nee, werken. Jawel. Zo, net komen we dadelijk al. Geet het? Ja. Nou, ik heb het. Ja, kom. Dat is goed, Marjan, dan. Stil, stil, stil. Hé, dat Jan. Lik hem neer. Dan kan hij er weg. Hij gaat hier. Pas op. Dan word ik. Geen goed. Geen goed. Ja, Jan. Het invangen dat nog de nodige zweetdruppels opleverde, betekende voor de hertjes een verhuizing naar een nieuwe omgeving. Terwijl de kinderen van de openbare basisschool De Driepas onderweg waren naar het dierenpark, was het NOS-team al drukdoende te plekken met de voorbereiding voor het jeugdjournaal. Hoe kunt u nou voorkomen dat ze weer doodgeschoten worden? Kunnen we niet voorkomen. We hebben al een soort beveiliging. We hebben schrikdraad gespannen, maar dat kun je niet, want dat is een gek over het paadje. Want die is van alle kanten bereikbaar. Er loopt een paadje door de dierentuin, dwars door de dieren. Als hij daarop gaat staan, dan kan hij gewoon alle dieren doodschieten. Intussen zijn de actievoerders en hertjes bij de dierentuin aangekomen. En na veel auto's gewast te hebben, veel heisjeke wijsjes gedaan te hebben, de rommelmarkt het nodige geld opgeleverd heeft, was het grote moment aangekomen. De nieuwe herten werden in het dierenpark losgelaten, die zich gelijk voortreffelijk aanpasten. Voor de actie werd zelfs een tijdelijk bestuur opgericht. Ik ben Ilja, secretaris. Ja, ik ben Danielle, eigenlijk de voorzitter. En ik ben David, de penningmeester. Hoe van? Van het Actie Dierenpark. Actie Dierenpark, waarom? Ja, omdat we het zielig vonden voor de herten. En daar hebben we dit gedaan, hè. Wie is die actie verlopen? Wat heb je ervoor gedaan? We hebben heetje voor een kruidje gedaan, autowasdag. En... Was dat leuk? Ja, heel leuk. We hebben heel erg gelachen. We zijn ook op dingen geweest, op de markt. Daar hebben we dingen verkocht en dat was ook wel heel goed gelukt. En wat hebben we nog gedaan? Ja, we hebben het hebben we gedaan, hè. Ja. Te veel om op te nemen eigenlijk. Ja. Je hebt een heel een x-bedrag bij je gekregen, hoeveel? 4.800 gulden. Dat is heel goed, hè. 4.800 gulden. Je hebt nu 3 hertjes geschonken gekregen, dus heb je eigenlijk die 4.800 gulden over. Wat doet je dan met? Dan maken we nu je hokken van, nachthokken en zo. En dan werd het dierentuintje een beetje van opgeknapt. Blijf je hier bestaan als bestuur? Nee, want de hertactie die is nu ten einde, omdat de herten nu binnengekomen zijn en wij hebben het geld opgehaald. Dus voor u is het nu afgelopen? Ja. Maar het dierenpark blijft toch bestaan? Hè? Ja, zeker. Dat gaat nooit weg, denk ik. De spil van het NOS-team Marga van Praag bereidde de kinderen voor op hun televisiedebuut in het jeugdjournaal.
Een van de weinige nieuwsbulletins die onderwerpen laten zien die leuke van inhoud zijn, kindgericht en spontaan gepresenteerd worden. En wat doen jullie daar dan mee? Teruggeven aan de mensen? Nee, dat geldt. Daar bouwen ze nieuwe hokken van, nachthokken. We doen het nog één keer. Mag dat? Misschien denk je wel, nou en twee herten, wat kleine beestjes op een klein stukje grond naast de spoorlijn. Moeten ze daarvoor helemaal naar Limburg? Ja, want hier is iets bijzonders. Bij Limburg zijn pendels. Hier bij Limburg, nou en een paar herten, 100 kleine beestjes op een klein stukje grond naast de spoorlijn. Margie van Praag legt uit waarom ze naar Echt zijn gekomen en waarom steeds meer volwassenen naar het Jeugdjournaal kijken. Margie van Praag, wat heeft jullie er naartoe geleid om naar Limburg te komen? Wat hier gebeurd is, we hebben een brief gekregen van de basisschool. En dat was reden genoeg voor ons als kinderen actie voeren om daar iets aan te doen. Interessant voor het Jeugdjournaal. Ik denk dat alles wat vanuit kinderen komt en waar kinderen zo bij betrokken zijn, dat wij als Jeugdjournaal de taak hebben om dat te doen. Dat is ook jullie doel? Nou, dat is niet ons doel. Dat is één van onze opgaven. Wij moeten zorgen dat wij het gewone nieuws brengen op een manier die kinderen kunnen begrijpen. Maar gewoon een nieuwsrubriek. Daarnaast moeten wij aansluiting zoeken, moeten wij onderwerpen vinden die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Dus als er zoiets gebeurt als hier in Echt, waarbij kinderen zelf actie gaan ondernemen, dan is dat duidelijk iets wat bestemd is voor het Jeugdjournaal. Eén vraag, hoe verklaar je dan dat zoveel oudere mensen ook naar het Jeugdjournaal kijken? Misschien omdat wij op een hele directe manier de zaken aanpakken. Omdat een heleboel mensen, omdat het gewone journaal vaak van een voorkennis uitgaat. Waarvan blijkt in de praktijk dat een aantal mensen die niet bezitten. En ons journaal voor die mensen een opstapje is om te kijken naar het gewone journaal.